ja, we gaan alles op alles zetten deze laatste periode om die periodetitel te pakken. En ja, we kijken hoe het loopt. Hoe belangrijk is het mentaal voor jullie? Een 1-1 bij de nummer 2 van de eerste divisie? Ja, natuurlijk wel belangrijk, want we krijgen nog 9 wedstrijden. Het is natuurlijk, het gat is ver om nog na competitie te spelen. Maar je weet nooit hoe zo'n punt nog verschil kan maken aan het eind. Nee, want dat lijkt me zo lastig, hè? Want eigenlijk, jullie spelen nu inmiddels een beetje, om het een beetje respectloos te zeggen, een doodseizoen. Staan op best wel grote achterstand van de playoffplek. Eigenlijk de enige kans die er nog is, is met een vierde periode die vandaag natuurlijk is begonnen. Ja, hoe leest dat bij jullie in de groep? Ja, inderdaad wel belangrijk om hier vandaag dan te starten met een punt. Omdat als je hier met 0 punten staat, dan kunnen we het eigenlijk wel helemaal vergeten dit seizoen. Dus ja, we gaan alles op alles zetten deze laatste periode om die periodetitel te pakken. En ja, we kijken hoe het loopt. Dus het, ondanks dat het een moeizaam seizoen is, zien we toch een paar hele mooie ontwikkelingen met Wiever en Baas. Dat twee jonge jongens die het echt steeds beter gaan doen. Dus dat is wel heel prettig. Ja, het is jammer dat we net een klein beetje achter de feiten aanlopen qua stand nog. Ik heb zeker nog niet opgegeven. We hebben toch een puntje ingelopen vandaag op Roda. Dus die hebben een heel zwaar programma. Dus ik geloof er nog in dat we eventueel nog de aansluiting kunnen vinden in de komende weken. Ja, heb je ook het idee dat dat nog leeft in de groep? Want de achterstand is natuurlijk aanzienlijk op de promotieplekken. Maar leeft in de groep van hé, kom op jongens, laten we er gewoon nog iets van maken. Nou, we leven eigenlijk gewoon van week tot week. En ik moet zeggen, deze jongens sowieso in de bereidheid, ook door de week, dat is prima. Dus het is meer van week tot week kijken, beter worden aan de bal, we willen goed voetballen. Nou, dat lukt steeds beter en als het dan uiteindelijk punt opgeleverd, kun je ook weer naar stand gaan kijken. Maar het heeft nu niet zoveel nut om daar de druk op te leggen, want ja, we zijn afhankelijk van anderen. Aan de andere kant, ja, deze competitie, je kan ook zomaar 4-5 ploegen wedstrijden winnen. Alleen, we hebben een heel zwaar programma, maar het is wel heel goed voor het moraal in ieder geval ook. Is dat echt een ding bij jullie in de groep? Van natuurlijk de achterstand op de promotieplekken is inmiddels aardig opgelopen. Of in ieder geval de play-offs om promotieplekken. Leeft het bij jullie echt van laten we zo ver mogelijk komen in deze vierde periode? Omdat dat nog wel eens de laatste sleutel naar eventuele play-offs kan zijn. Ja, dat wel. Dat liep bij mij persoonlijk best wel. Natuurlijk het wel een lastige periode met ook nog Cambuur uit, NAC uit, Go Ahead Eagles thuis. Maar toch, je moet er vertrouwen putten. En dit is dan een goed opstartpunt om daarop vooruit te gaan. Ja, wat voor dingen neem je dan nog meer mee na vanavond, naar die wedstrijd? Dat wij ook gewoon een vechtploeg hebben. Het was voetballend, het was de tweede helft volgens mij echt niet aan te zien. Veel lange ballen, veel holse knotsvoetbal. En het veld hielp daar ook niet bij mee. Want ons sterkste punt is gewoon voetballen. Ik krijg het ook van heel veel ploegen te horen dat we te laag staan voor de manier hoe we spelen. Maar vandaag moesten we mee met hen, met hun geweld en daar konden we aardig in mee. En dan is het gewoon een terecht gelijkspel. Ja, ik denk als wij elke wedstrijd dit leveren wat we vandaag hebben geleverd in arbeid en energie. Dan kunnen wij tegen iedereen lastig maken, zelfs tegen Cambuur uit binnenkort. Dus ja, ik denk als wij dit kunnen blijven brengen dat we meer punten gaan pakken.